Volvo Wildcat 200, de 4-liter V8. Hier komt hij aan. En zij rijdt, hij is sneller. Hij is even sneller. Hier daar staat hij nummer 12. Kijk eens. Wow. Hé, hey, er komt even vermogen uit. Uit zo'n apparaat. Ja. Hans van der Stank is denk ik sneller. We gaan kijken dat die twee... Nee. Ja. Hans van der Stank is sneller. Hier de staat de voorneger. Dat moet gas beginnen worden, jongens. Kom op, we kijken naar de sturen. Werkelijk spectaculair. Ja, Jurgen, je hebt snel foto's gemaakt, jongen. Dat is spektakel hier. Kijk eens, hier komt hij alweer. Met start nummer 12. Hans van der Stank is sneller. Hans van der Stank is sneller als Alfred van Gelder. Hé, hey, er gebeurt iets hoor, als die mannen gas geven. Hij is niet normaal. Hier de nummer 9, Alfred van Gelder. 5 rondes. Oh, kijk eens, daar heeft op de voorwielen achterin. Hans van der Stank. Hier de start nummer 9. En wat loopt dat verschrikkelijk mooi. Zo'n automobiel van Alfred van Gelder, de 5 liter V8, de Tomcat. En dan hier de snelste man van deze sessie, start nummer 12, Hank van der Spak. Hij is gewoon de snelste, de start nummer 12, Hank van der Spak. Deze eerste sessie, de Dakar Sprint. De volgende twee deelnemers zullen alweer gereed staan. Hier hebben we Alfred van Gelder. Gaat nog alles proberen in die laatste ronde. Om natuurlijk terrein terug te winnen. Dat is zijn achterstand. Maar hier alweer Hans van der Spank. Dat doet het 11 uur. Kom op, ik ga van Rutte. De gebroeders van Rutte hier met de hemel. Hé, hey, ja. Hey, die blaas heb ik. En dan gaan we kijken naar Herman Jasper. Dat is een Dakar Sprint auto, eerste jaar in NK als rijder voorheen als navigator. Herman Jasper hier met de Duitse, ja die gaat er wel even hard hoor, met de Duitse Toyota. Wow, 1 van 2 wielen, de Toyota Landkruiser. Ligt niet zo vast op de weg, mooi hoor, als de Mercedes. Hey. De schade mee rijden, hier komen ze aan met die Mercedes en van Evo. De ex-fabriek staat het over. Ja, ze worden buiten, hè? En horen, wat een geweld dat eruit komt. En ze moeten wat afgeven. Wat? Ah, ze gaan rechtdoor. Oh, hier komt de Toyota. Hier komt de Toyota. Hij zou me zo achterin parkeren. Ja, dan hebben we wel een probleem, denk ik. Ik weet niet of er wel autoschadeherstellers in de buurt zijn. Oh, ik moet hem gelijk geven. Die Toyota die stuurt toch beter dan die Mercedes. Ja, maar dan rijdt gewoon recht om het jas te draaien. Of het ligt dat de chauffeur op zich. Ja, kijk eens, hier. De gebroeders van Rutte met de Mercedes. Hij draait gewoon niet af. Hey, je moet de vierwielaandrijving eens aanzetten. Je moet dat ding gewoon ook een beetje laten trekken, dat stuurt hij. Ja, doet hij wel. Ja, die Toyota man, die kan handig, die kan even wel een bakje koffie komen pakken. Hé, hey, even hoor, je hebt een visie aan, jongen. Je bent winnaar. Toyota is toch weer sterker dan Mercedes. Ja, dat is dan weer anders dan al. Ja, het is hier de mannen met de Toyota. Herman Jasper, hij is ervoor. Ja, heel mooi, losse werk. En nou die Mercedes, die moet hier afdraaien. Ik zal een beetje de weg wijzen. Hé hey, jongens, volgens mij kan een beetje meer power in de kinderen dan hier. Dat kunnen we meedoen. Hey. Ja, zet je moet die kans hebben te maken. Kijk, het is voor de pomp van mij. Die is al vol op de planken. Nummer 9, Alfred van Gelder. Met een 5 liter V8. Alfred van Gelder. En Guido Heijmans, een V8 van Engels fabrikaat. Deelnemer NK sinds 2003. Podiumkandidaat 2009. Bert van Es en Tommy van Es met start nummer 6. Ook in 2009. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
volgen met de volgende ronde. Herman Jasper, even fout. Die kan hier staan, even fout, sorry. En Herman Jasper, zij rijdt met dat voet 72 met een Toyota Landkruiser. Goed dan, Kees Pijsterman, met startnummer 451, Nederlands hond in Parijs-Dakar. Nummer 20, de gebroeders van Rutte. Oh, wat een hele mooie Mercedes, Evo, wat een machine. Nick Roon, Thomas en Chris Thompson, die kan vertrekken. En wie hebben we daar? Koert Keizers hier. Dat is Koert Keizers met de derde voorheer. Hier hebben wij Jurgen van de Goorberg. Jurgen van de Goorberg daar met die hele haal. En dan hier alle Brusselaars met de Quad KTM-machine. Dat zijn de deelnemers aan de Dakar Sprint. Sensatie en spektakel gaat naar Udine. Ja, ik ga nooit niet meerijden, want ik zal, ja, die Chris Leijster is al een beetje, hè, ik zal zeggen dat het niet leeg, hè, dat moet eigenlijk blijven. Ja, ik moet er zo veel van. Jongen, ik zal het nooit helemaal weg. Wat heb ik kwijt? Ik lag even hier langs de berg, tussen de zon. Echt onmogelijk, hè? In het midden de rommel door, hè? Jongens, kijk uit, want er zitten nog steeds voertuigen in de baan. Hier onze Rikke de Duke of Hazard met de Canoan Lee. Hartstikke jump ahead, ja hoor. En nu gaan we naar de grote opstap. Oh, Rikke! Wat ziek idee! Ja, lekker hè? Ja, dit is nog eens kikken, kunnen we wel zeggen. Oh, straks in de baan! Oh, denk aan Jan! Denk aan Jan van de Vleuten! Even, we hebben remmen! We hebben gelukkig Jan, waar gaan we naartoe? Ja, we kunnen Jan er voorbij. Oké, Vleutje! En dan gaan we weer!